de call. Dat is de call. Beste kronkeleren. De Stads Vastloopsvereniging de Vlaarissen is met een delegatie gekomen om u te feliciteren met de Schoonprinses Sjorne Jeugdprins. En ik geef graag het woord aan wethouder Judith Müller. Dit is wel een beetje een verrassing, beste Vlaarissen. Maar als ze het proberen te organiseren, hou het er ook wel in kunnen zitten. Ja, fantastisch dat ik hier mocht staan. Dat vind ik heel fijn. En dat ik met u mee mocht. Want het gaat met de organisatie van het gemeentehuis om u namens het college te mogen feliciteren. Ging niet helemaal van een leien dakje. Verkoosde pas na 10 uur aansleten. En met een volle planning vandaag, ook nog richting Zittert en Ovold, word ik bang dat dat helemaal niet meer ging lukken. Dus ik heb de Vlaarissen gebeld, mag ik 3 minuten van uw gesprek niet? En nou, daar wil ik dan ook geen gebruik van maken. En ik wil u dadelijk ook zelf uw eigen verhaal vertellen. En wat de Vlaarissen natuurlijk niet weten, of misschien niet weten, is dat hier Waal Emersteit, namens het college, wat geboortig is in het Kronkeleren Riek. Ja, dus de aap komt uit de mouw. En het is natuurlijk een ontzettend bijzonder moment om als hij, als vrouwelijke bestuurder, gaat te mogen zeggen tegen de eerste vrouwelijke prinses van de Vief van Gelen. Daarmee hebben de Kronkeleren echt wel historie geschreven. En het is natuurlijk prachtig dat een meisje goed de kronkel dit vuurrecht mag dragen. Het is niet onverwacht natuurlijk, want met een familie van carnavalisten worden natuurlijk wel te voorspellen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat Stig geboren was. Want ik heb een paar maanden eerder een dochter gekregen die Anna heet. En ik weet nog heel goed, Christel en Enrico, dat je een dochter kreeg die Anne heet. En ik heb het eigenlijk ook altijd vanaf dag 1 gevolgd. En hoe sommige meisjes ergens als senior of 15 zijn
afhokken met de vaste loven. En nimmer met de pap en de man met gewoon. Stinkt zich toch altijd met de pap. Pie de Conculaire. Dus hartstikke mooi. En ja, dat er steeds meer vrouwen zijn die de box aan hebben, dat is bekend. Er zijn ook steeds meer vrouwen die de patch op hebben. Maar nu een prinses is toch uniek. Veelhandig allemaal volgen. Toen ga je de weg voorbereiden voor zoveel andere meisjes die ooit gedruimd hadden om samen, om daar te staan. En dat is lastig. En die hoogstaande houten in de mannenwereld is ook heel lastig. Maar je hebt één tip veilig. Trek tegen niks aan van alle goed bedoelde adviezen van die mannen. Doe gewoon wat ze zelf deis. Doe ben gewoon zichzelf. Dan ben je het sterkste. En als ze echt nimmer wets, dan ga je naar de pap en de mam toe. Die hebben je een goed kompas metgegeven. En die helpen je wel weer. Een dikke proficiat. En maak er een schone vaste loon van. Overigens, ja, proficiat namens het college. Er is nog een vrouwelijke wethouder hier aanwezig. Die zal ik dadelijk ook feliciteren, maar die komt niet namens het college, maar langs de andere route. Dus de vrouwen van het bestuur liggen draaglijk een warm hart toe. Natuurlijk heb je ook een fantastische jeugdprins, Dien, ook gefeliciteerd en maakt er een mooi seizoen van. Nigel, die gaan we natuurlijk nog niet eerder kennen feliciteren. En doe best ook hier vandaag. Ook voor dich heb ik een heel mooi schilderieke bierig. En ook voor dich een dikke proficiat. Ook al is het seizoen voor dich al bijna afgelopen. Dat heb je het hartstikke goed gedaan. En geniet nog even nog. Dan nog heel even naar Ron. Ron, ik heb even gekeken wat het weer was vandaag. Het is koud en sjoeverachtig. En daar kreeg ze af en toe ook kippenvel van, sjoeveringen van. Ik wil alleen zeggen dat ik heel blij ben dat ik dich vandaag mocht feliciteren voor het 11 jaar jubileum. Ik heb juist al een heel mooie woord gehoord van de VIV. Diepe buiging voor dich als verenigingsman. Ook namens het college. En een grote felicitatie aan de Conculaire. Die dicht toch maar in die midden hebben. Dus geniet ervan. 11 keer. Of 1 keer 11 jaar. En een grote felicitatie. En een fantastisch vaste norm seizoen gewenst. Ja, Judith, hartstikke bedankt. De sticht toch T-tips kunnen maken om ons te komen feliciteren. Daar is me via, wie heeft dat ding ook, dat van Facebook, dat andere dan, hebben ze me proberen te bereiken om eerder te kennen. Maar het ging echt niet. Maar fijn dat ze het zo creatief hebben opgelost. Dank de Vlaarissen. En fantastisch dat ze er best geweest. En ik hoop vooral voor deeg een soort carnavalseizoen. Ja, beste Conculaire, er zijn heel veel jullie voor gegaan. En dat is schoon woord van onze wethouder, mevrouw Judith Buller. Kent er op een plaats maar één ding doen. U feliciteren en heel snel zorgen dat je die prachtige orde van geleide, jouw orde, omgangen krijgt. Dus ik vroeg aan onze stadsprins, Sjoerd de Eerste, en ook aan onze stadsprins, Sepp de Eerste, om de vuren te draaien. Want we gaan het gewoon in een duo doen, des te sneller heet het. Onze prins Sjoerd zal prinses Anne de Eerste de jongorde omhangen en tegelijkertijd deed onze prins Sepp dat wie Dien de Eerste. Heer of Laars, dat ben ik goed. Ook goed. En hetzelfde gaan we doen voor de jubilaris. Met nogmaals een hele dikke proficiat vanuit de Stadsvastenlandsvereniging de Vlaarissen. Voor president Ron Mols, 1 keer 11. En voor eigenlijk de oud-prins Nigel de Eerste, de jongmedaille, heerlijk gelijnd 2023.
Kronkeleire brengt goed. Brengt goed. Beste Kronkeleire, weer komen feliciteren. Maak er een Schwanse zoen van, maar met zo'n kanjers gaat dat ongetwijfeld lukken in het Schwanse stukje van Gelein op een kronkel. En nogmaals, dat vind ik geer. En wat de rest vindt, moeten ze vooral zelf weten. Heerlijk Gelein, Kronkeleire, vaste lopen samen. Ja, dankjewel Bert. Vlaarissen, vurige felicitaties. En ik wens u ook een fijne vaste lopen. En iedereen deed het op zijn eigen manier. En Geert doet het op heel wat je bent. Vaste lopen samen. Dat is de call, dat is de call.